Breda Nu. Je weet het meteen. Vanmiddag gaan wij een presentatie krijgen van het nieuwe seizoen van de Muzieksalon. Een fantastisch gebeuren in Breda, waar mensen heel veel kunnen leren over klassieke muziek. Wat vind jij van de Muzieksalon? Ik ben enorm enthousiast. Mijn klassieke muziekverzameling is enorm uitgebreid na het afgelopen jaar. Ik ben super enthousiast. Jetje, jij bent initiatiefneemster van Muzieksalon Spronk. En hoe vind je dat het zich ontwikkeld heeft? Nou ja, geweldig eigenlijk. Want we begonnen in Vredenburg. En dan zijn we weggemoeten omdat het zo groeide. Dus dat is wel erg leuk. En nu zitten we hier in deze mooie locatie, hè, in Mariëndal. Centraal vanmiddag staat het portret van Hedwig. En jij bent Hedwig. Wat is het portret van Hedwig? Kun je het ons vertellen? Om het in het kort te vertellen, het is een portret gecomponeerd in 54 stukken. Gecomponeerd door Juriaan Andriessen, kleinzoon van Hendrik Andriessen. Hij wilde binnen een bepaalde serie een portret maken in muzieknootjes. En na veel oefenen bleek dat het heel klein kon. Dus het werden 54 stukken. En die zijn ook allemaal speelbaar. Matthijs, vandaag gaan we niet alleen veel muziek horen, maar we gaan ook gepresenteerd krijgen de nieuwe website. En daar weet jij veel meer van. Klopt, die hebben wij gebouwd. In samenwerking met Muzieksalon Spronk, met het hele team natuurlijk. Afgelopen zomer zijn we daar hard aan gaan bouwen. Dus die gaat vandaag de lucht in. Letterlijk en figuurlijk. Marga, jij bent degene die de PR verzorgt. Dus wat doe jij nou als PR? Allereerst draag je een heel warm hart uit voor de muzieksalons. Verder zorg ik voor de digitale krantjes. Ik ontvang de posters en flyers en die strooi ik uit. En ik hang ze overal op in mijn omgeving waar het maar kan. Ik heb persoonlijke mailingen met de mensen, vrienden, kennissen nodig ik uit. En ik zorg ervoor dat het in de kranten komt. Joke, we kennen jou natuurlijk van de Muzieksalon en jij gaat ook weer iets presenteren dit jaar. Wat gaat het worden? Klein tipje van de sluier oplichten. Horen zonder oren. Kan dat? Ik ben heel erg benieuwd, want jij gaat er iets over vertellen. Kan het? Ja, het kan. Ja, we kunnen het zelfs allemaal. Maar er zijn natuurlijk mensen die daar extra goed in zijn en die behalve dat ze konden horen zonder oren, voordat ze muziek konden horen zonder oren, ook hun muzikale fantasie gaande konden houden, ondanks het grote ongeluk wat hun overkwam. Denk aan Beethoven, denk aan Smetana, zo zijn er nog wel een aantal componisten. Presentatie vanmiddag. Onvergetelijk. Het was het enthousiasme wat er van afspatte. Nou, dit wil je niet missen. Dit is het tweede jaar dat ik meegegaan ben naar die muzieksalon van Pronk, omdat ik het de eerste keer zo leuk gevonden heb. Enorm leuk. Ja, ik heb er best wel van genoten. Ja, ik vond het weer fantastisch. Heel verrassend. Vooral dat portret. Ik ben helemaal ontroerd. Els, ik ben ontroerd, want ik vind het zo. Ik bewonder haar mateloos. Breda Nu. Je weet het meteen.